En nu enkele korte berichten. Minister Kenneth Amoxie van Justwol heeft gisteren de commissie verkeerseducatie geïnstalleerd. Het Verkeersveiligheidsinstituut is al geruime tijd bezig de mogelijkheden te bekijken om verkeerseducatie te introduceren als vaste vak binnen het curriculum van onderwijs. De commissie moet integraal advies uitbrengen aan de minister van Justitie en Politie en de minister van Minhof rond de invoering van verkeerseducatie op de basisschool en het voortgezet onderwijs. De commissie is ingesteld voor 8 maanden. En voor mogelijke betrokkenheid bij de smokkel van 118 kilo cocaïne in een partij bevroren vis naar Nederland zullen 2 verdachten op 20 januari voor de rechter moeten verschijnen. De drugs zijn op 31 januari 2022 ontdekt op de Nederlandse luchthaven Schiphol. Na verkregen informatie van justitiële instanties in Nederland zijn de verdachten in Suriname in beeld gebracht, waarvan 2 zijn aangehouden en intussen door het Openbaar Ministerie zijn gedagvaard. De 3de verdachte is nog voortvluchtig. Aan zijn aanhouding wordt er gewerkt. Het ministerie van Volksgezondheid doet melding van een vals bericht in de samenleving over het COVID-XBB-variant. Deze variant is sinds oktober 2022 onder de loep van de WHO-technische adviesgroep voor virusevolutie. Net als eerdere Omicron-subvarianten is deze variant besmettelijker dan zijn voorloper, echter niet meer ziekmakend. Het Outbreak Management Team blijft de COVID-cijfers en ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal in de gaten houden. De bevolking wordt wederom opgeroepen om de COVID-19-regels na te leven om een volgende overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.